Goeiedag, mijn naam is Nick van Riel en mijn Urban Craft is tuig- en greelmaker. Wij maken al drie generaties paardentuig. Grootvader is ermee begonnen. Mijn vader heeft het doorontwikkeld en ik ben er de laatste 12 jaar heel erg bij betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen van paardentuig in de wedstrijdsport, in de traditie. Sport en in de recreatie, in het recreatiemennen. Wij maken, proberen elke keer ons product te verbeteren. Momenteel rijden de meeste toprijders met onze tuigen, dus daar zijn we toch wel trots op. De techniek is nog hetzelfde als 100 jaar geleden. Hè? Het is gewoon de snelheid waarmee het product gemaakt wordt, hebben we geoptimaliseerd. De naaispan, vroeger was dat een houten bok. En die hebben ontwikkeld tot een klem tussen de benen om sneller van werkstuk te kunnen wisselen. En ook met de mallen, vroeger werden de mallen met de hand uitgesneden. We hebben er nou messen voor laten ontwikkelen die we onder een grote pers kunnen leggen. En de arbeidstijd voor het snijden en het voorontwerp van een tuig, dat sneller gemaakt kan worden. We hebben dik leer, we hebben dun leer, we hebben chroomgelooid leer, we hebben putgelooid leer, we hebben vatgelooid leer. Het vergt toch wel tijd en kennis om alles goed te kennen. Want je moet weten welk deel van het leer moet je daarvoor gebruiken, welk deel moet je daarvoor gebruiken. Kan ik in dat stuk leer een punt kappen of mag ik daar mijn gaatjes in slaan voor de gesp vast te maken? Voor elke handeling zijn er 3 of 4 werktuigen. Het is nog te veel om op te noemen, maar de meest gebruikt is een priem, een naald en draad.